Als het gaat over productiviteit, dan hebben wij natuurlijk afspraken in onze organisatie. Hè? Dus afdelingen hebben gewoon een begroting. En in die begroting gaat het over hoeveel mensen heb je en wat produceer je ook voor het geld wat je ook als budget krijgt als afdeling. Dus daar zijn afspraken over en als dat niet goed loopt, dan hebben we daar ook gesprekken over. En natuurlijk zijn dat dingen die ook in de loop van de tijd veranderen. Wat maakt dat mensen natuurlijk productief zijn? We weten uit allerlei onderzoek dat als mensen goed in hun vel zitten, met plezier naar hun werk gaan, dat de productie, de geleverde diensten of producten, ook goed zijn. Dus ons beleid gaat niet alleen over het sturen op die productiviteit, maar ook heel erg sturen op onze menselijke factor. Doen wij het goed als werkgever? Werk je hier met plezier? En dan komen we weer terug op elementen als, is je werk-privé goed in balans? Kan je je creativiteit hier voldoende tot uiting brengen? Heb je voldoende autonomie? En het verschilt natuurlijk per positie die je hier hebt. Maar dat zijn voor ons cruciale dingen om op te sturen. Want er zijn heel veel mensen die natuurlijk hier in posities zitten waarin het niet tussen 9 en 5 werken is. En als je veel liefde hebt voor je vak, dan maakt dat soms ook niet uit. Vermoeidheid en het gevoelen van werkdruk heeft niet altijd te maken met het aantal uren wat je werkt.